Ja, over de PNV praat ik verder met Bjorn Joska van Groendag. Meneer Joska, ja, het Rekenhof was niet mals voor de participatiemaatschappij in Vlaanderen. Niet transparant genoeg, niet goed aangestuurd door de Vlaamse overheid. Was u verwonderd door die audit? Wel, een aantal dingen hadden eerder mijn aanvoelen bevestigd, omdat ik heb ook wel wat gesprekken gevoerd met mensen die ooit in de Raad van Bestuur hebben gezeten van PNV en daar het hadden over van ja, er is te weinig focus, te versnipperd, ze zijn met te veel bezig. Dus die stukken waren voor mij in het rapport bevestiging. Maar ik ben toch een paar keer van mijn stoel gevallen, zeker als het ging over de aanstelling van de Raad van Bestuur, die toch op een zeer ontransparante manier zonder veel... Je had vooral daar vragen bij, hè? Ja, daar had ik behoorlijk wat vragen bij, omdat ik dacht dat we het anders gingen doen. En dat blijkt uit het rapport van het Rekenhof absoluut niet het geval te zijn. Ja, en de timing is natuurlijk navenant. Net in de week dat we een nieuwe CEO krijgen bij de NMBS, gebeurt dit in Vlaanderen waar we het allemaal beter zouden doen? Ja, dat is dus absoluut niet het geval. En ik die dacht vroeger van oké, dat zijn de klassieke politieke partijen die proberen om zoveel mogelijk politieke benoemingen binnen te halen. Maar als ik dan zie dat de N-VA mee in die dans speelt en net zoals klassieke partijen eigenlijk zelfs een hele koehandel opzet om toch maar bijvoorbeeld zo iemand als Mark de Scheemaker opnieuw in de Raad van Bestuur van de NMBS te krijgen, dat we dat ook nu zien. Goed, op niveau PNV. Laten we het vooral... Ja, voilà. Op niveau PNV zie je dat ook. Je moet maar eens gaan kijken wie er in die Raad van Bestuur zit van PNV. De voorzitter is Koen Kennis, N-VA-schepen in Antwerpen, ook nog eens betrokken bij de BAM en zo meer en zo meer. Ik vraag me soms af hoe die mensen het allemaal maar combineren. Maar hoeft dat noodzakelijk een probleem te zijn? Want je zou kunnen zeggen, de enige aandeelhouder van de PNV is de Vlaamse overheid. Het is toch maar logisch dat die Raad van Bestuur een afspiegeling is van dit parlement? Dat vind ik eigenlijk niet zo logisch. En dat zegt ook het Rekenhof in zijn rapport. Er zijn spelregels afgesproken. En het is nu net de bedoeling om ten eerste tenminste naar 1/3 onafhankelijke bestuurders te gaan bij PNV. Dat is niet het geval, stelt het Rekenhof vast. Ten tweede ook te werken met duidelijke competentieprofielen. Wat zoeken we nog in onze Raad van Bestuur? Ook dat is niet gebeurd. En dan ten derde te gaan naar een open oproep, naar een transparante procedure om mensen aan te stellen. En ook dat gebeurt de laatste jaren niet. Ja. Ik heb de minister wel horen zeggen, ik ben bezig met die transparantieoefening. Hij wees bijvoorbeeld op zijn voornemen om die Raad van Bestuur meer zicht te laten krijgen op de afdelingen, de dochterondernemingen, zeg maar. Was een voorbeeld dat hij aanhaalde om te zeggen van kijk, we zijn wel degelijk bezig met die transparantieoefening. Ik vind zijn reactie en het antwoord op het rapport van het Rekenhof behoorlijk lauw. Moest ik minister zijn, dan zou ik toch wel behoorlijk geschrokken zijn en aan de boom schudden om het op een andere manier te doen. Heeft gelijk. Wat zou je dan doen? De Raad van Bestuur op straat zetten en vervangen? Ja, ik zou toch tenminste met het rapport van het Rekenhof in de hand zeggen van dit gaan we op een andere manier doen. En ik zou toch tenminste kijken van wie hebben we nodig in die Raad van Bestuur en dat hij bezig is met een aantal dingen, dat ga ik niet ontkennen. Maar als men pretendeert van wij zijn de grootste partij in die Vlaamse regering, wij zijn de kracht van verandering, dan verwacht ik iets anders dan de kracht van zelfbediening zoals het nu is. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat ik problematisch vind, en ook dat staat in het rapport Rekenhof, die Raad van Bestuur heeft zelfs niet eens zicht op strategische beslissingen die bij al die dochters gebeuren binnen PNV. Dat is één. En twee, ook die Vlaamse regering blijkt zijn eigenaarschap zoals het rapport van het Rekenhof noemt. Maar goed, dat is waar de minister aan werkt, hè? Ja, maar dat zou toch wel wat sneller mogen gebeuren. Ja. Oké, hij krijgt nu een aantal rapporten binnen, maar het heeft jaren geduurd. En we hebben een rapport van het Rekenhof nodig gehad om een minister in actie te krijgen. Mocht ik minister zijn, verantwoordelijk voor zo'n wat... Was hij al niet sneller bezig met die kwartaalrapportering? Nee, die kwartaalrapporteringen heeft hij maar pas gekregen op het moment dat het Rekenhof aan een audit bezig was en hij wist dat dat ging komen. Mocht ik minister zijn en verantwoordelijk voor een dergelijk belangrijke boat, grote investeringsmachine van de Vlaamse overheid, ja, dan zou ik toch tenminste rapporteringen willen zien. Waar zijn die mensen mee bezig? Waar wordt geïnvesteerd? Hoe zit het met rendementen? Halen we de doelstellingen? En zo meer. Want de instelling als dusdanig stelt u niet in vraag, neem ik aan. Nee, de instelling op zich stel ik absoluut niet in vraag. Dus we hebben zo een investeringsvehikel nodig om op een goede, marktconforme manier ook investeringen te kunnen aantrekken. Ook te stimuleren in sectoren die we als... Ik kan me voorstellen dat een klassieke bank zegt, deze starter, dat is te risicovol, daar doen we niet aan mee. Bijvoorbeeld. Die moeten dan terecht kunnen bij PNV. Ja, dat vind ik wel. En dus op zich, ik trek het instrument niet in twijfel, maar ik trek wel de aansturing in twijfel. En als ik dan het rapport reken of las, ja, dan heb ik zoiets van, ik zou veel liever hebben dat we nu eens kom afmaken met die politieke benoemingen, op zoek gaan naar onafhankelijke bestuurders met een duidelijk competentieprofiel die het ook in hun mars hebben om dergelijke beslissingen te nemen. Hoe moet je die zoeken en vinden? SPA-voorzitter Crombé lanceert het voorstel om een benoemingscomité in het leven te roepen om raden van bestuur te bemannen. Is dat een goed idee dat ook navolging zou kunnen krijgen
in Vlaanderen, want hij wil een wetsvoorstel indienen. Ik denk dat het inderdaad een goed idee is. Je stelt een benoemingscomité aan en je werkt met een open oproep. Ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen in de innovatiesector, in de financiële sector, in de bedrijfssector op dit moment aan het werk zijn, die geknipt zouden zijn om een dergelijk zitje in een raad van bestuur, om te sturen zo'n organisatie die dat ook in zich zouden hebben. Maar die bereik je nu niet als je geen open oproep plaatst. Dus een open oproep, een goed benoemingscomité, transparante procedure en dan denk ik dat iedereen daarbij gewonnen is. Ja, Krombeij zegt ik wil een wetsvoorstel indienen. Dat zal dan in de Kamer zijn. U bent Vlaams volksvertegenwoordiger. U zegt het is een goed idee. Gaat u dan een voorstel van decreet indienen hier om zoiets te realiseren? We gaan zeker en vast het rapport Rekenhof serieus nemen. En we gaan wel degelijk kijken of we hier ook niet in het Vlaams parlement een initiatief moeten nemen om een en ander sneller te laten verlopen. De minister verwijst naar 2017-2018, waar al regelgeving rond bestaat. Maar het moet misschien sneller gaan. Zeker gezien de huidige discussie, denk ik, die kans mogen we niet laten voorbijgaan. Dus ik ga wel degelijk kijken wat ik hier in het Vlaams parlement kan doen. Ja, ik wil het nog heel kort hebben over een van die afdelingen, een van die dochterondernemingen. Cultuurinvest, een partijgenoot van u, Bart Caron, zegt daar is nog wel flink wat werk aan de winkel. In 10 jaar zijn daar 70 projecten ondersteund. Slechts 9% van de aanvragers hebben eigenlijk hun dossier goedgekeurd gekregen en steun gekregen. Dat moet beter. Ja, dat moet inderdaad beter. En daarnet kwam je ook naast mij staan om mij nog iets in te fluisteren. Het ging daarover. Het ging over Cultuurinvest. Hij heeft de hoorzitting meegemaakt. Dus hij heeft in de commissie, als voorzitter van de commissie Cultuur, ook hoorzitting daar rond gecreëerd mogelijk gemaakt. En hij zei het was rampzalig. Het was rampzalig, dus dat moet inderdaad beter. En ik denk dat Cultuurinvest, een van die dochters van PNV, net aantoont hoeveel belang dat we hebben bij goede, onafhankelijke bestuurders. Ja, net in de cultuursector waar ze nu schreeuwen om geld na het terugdringen van een aantal subsidies natuurlijk. Hè. Zouden we dat zeer goed kunnen gebruiken, denk ik. Oké. Meneer Joska, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Actua TV. Het hele verhaal.